onopvallender. Met een man die al bijna 30 jaar tamelijk rustig zijn liedjes schrijft, met een bootje vaart en af en toe een beetje hobbyeert in moord en doodslag. Mag ik een hartelijk applaus voor Lennart Nijg. Goedenavond. Lennart, in alle verhalen die over jou geschreven zijn, vind je terug dat jouw carrière en jullie carrière, jij als de helft van het duo Lennart Nijg, Boudewijn de Groot, begonnen is in Overveen, Haarlem, in de rijkere buurten van Nederland, op een buitengewoon goed bekendstaand lyceum, waar jullie met allerlei vrienden en vriendinnen lange en ernstige gesprekken hielden. Uit die tijd dateert dit boek. Ken je dat? Dat ken ik, ja. Wanneer heb je het voor het laatst gezien? Dat zal een jaar geleden geweest zijn. Zou je het eens willen openslaan en ons willen vertellen wie de hoofdpersonen zijn van dat prachtige weekend dat jullie daar beleefd hebben? Het is het weekend voor ons eindexamen, althans het mijne en dat van mijn vriend Jan Willem. Het is de maand voor de opname van de eerste liedjes van Boudewijn. Dat viel dan weer in mijn eigenlijke eindexamen. Wie waren er daar aanwezig? Oeh, dat moet heel eventjes pieken. Even kijken. Ja, Jeroen Krabbe en zijn vrouw Herma, die hij toen nog niet zo lang kende, die had hij daar ontmoet. Ik geloof dat hij hier toch aardig begint te kennen, als ik de foto... Daar kennen ze elkaar al een tijdje, ja. Daar hebben ze elkaar ontmoet. Jij was er? Boudewijn ik was, er? Boudewijn was er. Boudewijn zijn toekomstige vrouw en moeder van Marcel en Kaya. Rudolf Lucier. Die was Rudolf, Boudewijns klasgenoot van de middelbare school, ja. Ja, die zaten toen, zij waren ook eindexamen aan het doen van de toneelschool en Boudewijn van de filmacademie. En ik dus van de middelbare school. Dus iedereen zat in een soort spannende periode. Het was de tijd dat de Beatles in Treslong kwamen. Als je naar die foto's kijkt hè, en de literatuurfragmenten erbij neemt die jij hebt uitgekozen. Ja. Dat gaat van Goethe naar Heine, naar Shakespeare, naar de oude Grieken. Waar gingen die gesprekken over? Jullie waren apen van 17. Ja, maar ja, apen van 17 werden geacht om wel Nederlands, Frans, Engels, Duits, literatuur eindexamen te doen. Dus dat moest ook wel. En dan had ik nog die belangstelling voor taal. Dus er zitten nog allerlei dingen door van fragmenten, gedichten die ik nou mooi vond. Kijk nou hier toch. Mogen we dat even laten zien? Ja. Ach, wat prachtig. Ja. Maar iedereen is natuurlijk hier op een ontroerende manier jong en dat doet altijd wat. Ik ben dolblij dat ik die foto's zelf gemaakt heb zoals ik er niet op sta. Nee. Hé, luister eens. Is het waar dat jij en Boudewijn nu nog zo af en toe voor hele grote zalen vol met middelbare scholieren moet komen uitleggen waar die flower power tijd nu precies over ging? Ja, dat is eigenlijk wat anders. Die flower power tijd was veel later, hè. Maar nee, dat overkomt mij op de redactie van Haarlems Dagblad nog wel. Dan komen er jongeren... Opa vertelt u eens van vroeger. Vader vertelt eens van de oorlog, hè. Wij hadden dat vroeger, denk ik, met onze ouders en de oorlog. Alleen dit is natuurlijk onschuldiger. Alleen in die documentaire laatst over Boudewijn, toen zag je zijn zoon Jimmy, die daar voorstelt wat hij denkt dat wij waren. Hij heeft hier op de tribune gezeten en achter me met zijn vader gezongen. Ja. Je bedoelt dat hij er ook uitziet zoals de hippies hij van toen denkt dat zoals hij denkt dat ze eruit zagen. Ja. Want als je foto's ziet bijvoorbeeld, zag niemand er erg opvallend uit. Maar als je die middelbare scholieren van nu gaat vertellen over hoe het was, snappen ze jou dan met je Goethe en je Heine en je angehoogde clubje rijke luiskinderen? Nee, dat heeft niets met rijke luiskinderen te maken. Dat had met het onderwijs te maken, hoor. Dat moest je gewoon kennen, anders kreeg je gewoon, kwam je er niet. Dan vertel ik ze wat er in de jaren 70 gebeurde. En dan zijn ze heel tevreden. En het klopt ook veel beter met wat zij denken dat het in de jaren 60 gebeurde. Dat hebben ze. Oh ja, je smokkelt het gewoon 10 jaar naar af. Het was overigens het lyceum in kwestie was niet zozeer een rijke mensenlyceum. Het was een net opgericht lyceum wat voortkwam eerder uit de achtergrond van mensen die verzetsgroepen hadden gezeten. Waar een enorme samenballing eigenlijk aan talent heeft gezeten. Want
Er zijn zoveel namen. Nou, Rudolf Ischa Meijer zat er ook. Ja. Anne Reiziger van de VPRO. Anne Reiziger zat er. Zo kun je nog de hele tijd doorgaan. Hé, hey, luister eens. We hebben je gevraagd om hier vanavond te komen, ja, omdat deze week verschijnt tekst in uitleg. Alle liedteksten die je ooit gemaakt hebt met een weinig aan verklaring erbij in één boek. Het zijn niet alle hoor, het zijn er 83 van. Dus, maar van de hoeveel dan? Ik heb ze nooit geteld. Maar het is een veelvoud van die 83. Ja. Er is één liedje van jou dat ik altijd maar heel moeilijk te bevatten heb gevonden. Pastoralen. Daar kreeg ik geen hoogte van. Dus ik neem de gelegenheid te baat om je die ene vraag te stellen die me... Oh ja, heb jij nou het idee dat die Ramses Shaffy begreep wat hij stond te zien? Nee, die begreep dat niet, maar die vond het waanzinnig mooi. Gelukkig. Oh, gelukkig. Ja, okay. Ja. Nee, nee. Waar komen in dit verband even, sprekend over jouw inspiratie... Er doen allerlei verhalen over jou de ronde dat je vrij uitvoerige gesprekken hield... met spinnen en ook met spinnenwebben. En er zijn ook verhalen dat je vlak voordat er een lied op papier kwam... langdurig piepgeluidjes in de keuken stond te maken... alvorens je feitelijk een pen op papier kon zetten. Het is prachtig om dat over jezelf te horen, maar ik leid aan arachnofobia. Tot het uiterste, dus gesprekken met spinnen kan je uitsluiten. Ik ben er doodsbang van. En die piepgeluidjes die maakte ik denkelijk bij Boudewijn thuis... als ik in stripboeken zat te lezen. Dat speelt dan wel toen ik 10 was en hij 12. Dat heeft dus allemaal niks met de inspiratie voor het schrijven van liedjes te maken. Dan schiet je ook geen ruk meer op, denk ik. Nee, dat vermoeden had ik ook, daarom was ik zo benieuwd. In dit boek zeg je dat Schubert tot je inspiratoren behoort. Kan je dat met een voorbeeld illustreren? Ja, denk maar eens aan een... het is niet direct top 10 materiaal, maar... Een lied als Errol König, dat misschien een aantal mensen wel kennen, daar weet in 3 minuten, 3,5 minuut dat duurt, is de zanger 4 personen. En de piano is het paard en nog wat andere dingen. Toen was het natuurlijk net zoals lichte muziek nu. Dat was niet zozeer klassiek of zwaar, maar het is zo knap zoals het in elkaar zit. Zoals de begeleiding en de stem onder andere in elkaar zitten. Zoals die ook, ja... teksten die anders nooit tot ons werden doorgedrongen, opvijzelt tot die hoogte. Ik bedoel, je hoort het niet aan wat wij doen of aan wat wij maken. Het is alleen voor mij is het een soort technische bewondering. Maar zo'n Schubert, heb je dat paraat? Kan je dat zingen? Nee, ik kan helemaal niet zingen. Nee, maar kan je het voor jezelf zingen? Ja, ik heb alles in mijn hoofd. Dat gaat allemaal, ik breng nooit geluid voor het, maar in mijn hoofd zit alles. Ja, ja. Hele orkestbanden, dat loopt wel, ja. Niet één keer proberen? Nee, zeg ik wel. Een paar maanden geleden is er een ander boek van je verschenen, Moord en Doodslag. Ja. En je behandelt daarin een reeks echt gepleegde moorden. Te beginnen bij die op Bonifacius. Ja. En eindigend bij het hele tragische geval van een klein Haarlems meisje dat door haar eigen moeder wordt vermoord. Ja. Ja. Kan je me uitleggen waarom je zo door dat onderwerp Moord en Doodslag wordt gefascineerd? Nou, ik ben er toen op een gegeven moment mee begonnen. Toen ik... werd geconfronteerd ermee. Dat is het laatste verhaal. Mensen die, nou ja, die je wel kent, die zo'n beetje in de periferie rondlopen. En je komt dat tegen, dat gegeven van een kind dat door de moeder wordt vermoord. En de reactie van de krant is, en van zoals alle kranten nu zouden reageren, ja, dat is van ja, ontzettend, ja, dat is familiedrama, ja, daar kunnen we niks mee. En dat wordt een klein stukje. Terwijl een paar jaar geleden Gerrit-Jan Heijn of een andere zaak, dus wekenlang, lappenlang. Toen ging ik denken, ik dacht, wat is dat in hemelsnaam? Daaruit is het ontstaan. Ik zat daarmee, toen kreeg een collega van mij de ingeving. Die zegt, waarom ga je niet, misschien kan je voor de GPD, voor die aantal kranten samen, dat gaan doen. Zoals van die zaken, opschrijven. En toen dacht ik, nou dan moeten we consequent zijn. Ik begin met de moord die we allemaal kennen, althans als je nog ouderwetse school hebt gehad. Dan begon dat bij Bonifacius. Die 12 zaken heb ik eruit gehaald omdat ik heb het geselecteerd op waar een verhaal in zat voor mij. En ik heb ze dus telkens geprobeerd tegen de geschiedenis te zetten en zo gedocumenteerd mogelijk te werken. Dus het zijn geen ficties, nee. Het zijn geen ficties.
Je geeft een duidelijk antwoord op mijn vraag. Ik had eigenlijk vermoed dat je persoonlijk gefascineerd zou zijn door het fenomeen van de moordenaar. Nou, dat zijn allemaal. Ze komen. Daarom heet het een moord en doodslag. Dat zijn twee verschillende dingen. Er komen bovendien gevallen in voor waarvan je amper van de moordenaar kunt spreken, omdat we daar maar vermoedens van hebben. Maar het is dezelfde reden dat een hele afdeling boeken is geworden, thrillers en wat ermee samenhangt. Iets wat dat soort plot, dat fascineert in werkelijkheid ook heel erg. Laat me je uitleggen waarom ik het vermoeden kreeg dat je persoonlijke band met het onderwerp had. Vrienden van je melden mij dat je af en toe midden in de nacht, rijdend op jouw brommer, op vreemde plaatsen in Haarlem wordt gesignaleerd. Daar waar brand is, oproer, verschijnt jouw brommertje. Meldt men ons vanuit het Haarlemse. Je zwerft een beetje raarachtig door die stad, zeggen ze. Wat zoek je? Nou, kijk, zij kunnen dat niet met hun auto. Dus daarom zit afgunst achter, denk ik. Je kunt met een auto niet meer op die manier door de stad rijden, want dan dat loopt fout. Het is niet waar. Ja. Je bent niet bij nacht en ontij op weg naar griezelige dingen. Maar ik ben niet op weg naar griezelige dingen. Ik heb het, vind het een aardig verhaal, want ik kom nooit wat tegen. Ik kom nooit iets tegen waarvan je zegt, nou, branden of toestanden, dat moet ik ook maar uit de krant halen. Nee, ik heb gewoon van de krant naar mijn huis, dat gaat diagonaal door de stad heen. En ik, vooral toen die tijd dat ik eraan werkte, zat ik dus s'nachts vaak op de krant. Nee, maar dat is nou precies wat ik wil. We kregen zo'n beeld van Lennart is zo bijzonder aan het worden. Er bereikte ons ook verhalen van hij slaapt geregeld in het archief van het Haarlemse Dagblad. Ja, dat is zo. Daar wordt hij dan gevonden. Dat is een paar keer gebeurd. Ja. Maar dat heeft te maken met de kun je voorstellen, moord en doodslag, brommertje, merkwaardige helm, slapen in het archief. Je weet dat Agatha Christie, die is een tijdje spoorloos geweest, hè? Dat is ook zo. Ik denk dat zo'n verhaal is wat daar aan vast zit. Ik vind dat wel boeiend. Dat moet je in folklore, dat moet je intact laten. Waar? Niks, verder geen mededeling aan. Nee, zoals Laurens Koster de boek de kunst uitgevonden heeft, weet je. Laat me je nog iets vragen over de jonge Jacob. Ja. Een Urkerkotter waarop je woont. Voormalige Urkerkotter waar ik vaak op zit. En die zo ongeveer de basis is voor alles wat je doet. Ja, ik gebruik hem wel eens uitvalsbasis, dat is waar. Maar ik bedoel, ik werk daar ook wel eens. Maar het is toch meer voor ontspanning. Maar toch vooral ook veel aan de boot. Het onderhoud. Ja, zo'n ding roest. Zou jij je handen willen laten zien aan die camera? Nee, hoor, want iemand zei, Lennart heeft geen schrijvershanden meer, zei iemand. Het is... Nou, dan moet je daar aan gaan voelen. De meeste mensen hebben hele zachte kantoorhandjes, maar die houden nooit gereedschap vast. Nee, jij wel, dat is duidelijk. Ja, want wie anders? Zo'n ding roest zelf en de rest doe ik. Ja. Heb je zeelui in de familie? Nou, zeelui, marinemensen wel. Althans, een marineofficier, maar dan ben je al bij mijn overgrootvader. Daar heb ik een dagboek van onze eigen golfoorlog, 1873. Nederland ging Atje te lijf. Dat is onze laatste aanvalsoorlog geweest. Er zijn grote parallellen tussen. Maar dat was een kapitein ter zee. Maar dat toch niet zozeer wat je noemt een zeeman. Daarna zit er een tijdje stilte. Maar ik heb het altijd gehad. Ik heb het gehad zodra ik... Ik heb dat ding 22 jaar, het schip. Maar wat heb je met dat schip? Wat heb je met die zee waar je altijd maar naartoe moet? Ja. Ze zeggen dat we daar allemaal vandaan komen, hè? Uit zee. Ik heb nooit twee keer dezelfde zee gezien ook. Het is altijd weer anders. Het ergens naartoe varen. Je kunt maar... En dat wordt dan een beetje moeilijk langzamerhand, want ik ben op veel plaatsen geweest. Maar je kunt namelijk één keer in je leven een haven voor het eerst aanlopen, hè? Sommigen zeggen dat het met vrouwen ook zo is, maar dat wil ik me niet over uitladen. Ik geloof er niet echt in. De eerste keer dat je dus iets wat je kent als een kaart, dus werkelijkheid ziet worden. Dat kun je ook maar één keer doen. En dat fascineert altijd een kick. Dat fascineert altijd enorm. Mag ik je aan het slot van dit gesprek vragen iets voor te lezen uit je eigen werk? Ja, maar... Iets dat alles te maken heeft met varen en met nieuwe havens aanlopen en dan weer terugkomen? Ah, de reiziger. Het heeft te maken met de essentie ervan. Maar
Geef de reiziger een stoel, geef hem brood en droge kleren. Laat hem zitten bij de haard. Hij is overal geweest. Hij die alles heeft verloren en die nooit iets heeft bewaard. Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis. Geef de reiziger het woord, laat de reiziger vertellen. Maar hij schudt zijn hoofd en wacht. Hij heeft nergens iets gevonden en hij heeft niets meegebracht. Hij zegt, ik ben veranderd. Ik ben hier niet meer thuis. Maar laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis. Laat de kinderen komen. Ik heb aan ze gedacht. Ze zullen mij niet kennen. Ze zullen mij niets vragen. En ze hebben niets verwacht. En niemand zal begrijpen wat ik doen kom in dit huis. Maar de kinderen zullen zeggen, de reiziger is thuis. Dames en heren, Lennart Neig. Dank je wel.